Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Zoals je ziet, ligt hier een journal voor mij. Misschien een bekende voor jou, want ik heb deze een poosje geleden begonnen en eigenlijk niet meer afgemaakt. Het is mijn Only Junk Junk Journal. Ik heb toen samen met jullie de cover gemaakt en ook de papieren en die een beetje bewerkt en daarna ook erin gezet. En daarna is het gestopt, is het eigenlijk op een grote stapel beland. En ik kwam hem weer tegen, dus ik dacht, misschien is het leuk om hem toch eens af te maken. Want het is natuurlijk hartstikke zonde dat hij hier maar, dat hij er maar ligt. En ik had ook een hele doos met allemaal junk die ik zou kunnen gebruiken. Dus het is niet verkeerd om dat dus ook echt te gaan gebruiken. En misschien super inspirerend om ook eens wat spulletjes te bewaren. En daarmee ook je eigen junk journal met alleen maar junk te gaan maken. Ik dacht ik begin even met het doorbladeren van wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik had een tas toen gebruikt voor de koffer. Dus het is een beetje een zachtere koffer geworden. Deze had ik dichtgestikt, want er hoefde niks in. Aan de voorkant had ik hem versierd met de welbekende blauwe envelop, een stukje krantenpapier, een plaatje uit de reclamefolder en folie van chocolade. Dus dat zijn allemaal dingen die anders in de prullenbak zouden zijn beland. En nu de koffer van mijn journal hebben versierd. Wellicht dat er nog wel meer bij kan, maar dat had ik op dat moment niet. En misschien komt dat in de komende video's nog wel, dat ik er nog andere leuke dingetjes bij op kan maken. Aan de binnenkant had ik drie signaturen gemaakt. Dus drie ingebonden boekjes waar ik dan lekker in kan werken. Hier is een mooie envelop. Daarin zit zaadjes verwerkt van het Wereld Natuur Fonds die we een keer hadden gekregen. Natuurlijk kun je daar weer iets moois in maken. Dit was een oude kleurplaat van de kinderen die ze niet wilden maken. En daar heb ik op gestenceld. Een bruine kraft envelop waar ik op heb gestenceld en geverfd en gespetterd. Hier ook gestenceld. Dit is een cadeauzakje waar je nog wat in kan doen. En omdat die dubbel is, is natuurlijk aan de andere kant ook bruikbaar. Stukjes oud papier. Een papieren zakje van het fruit van de markt. Een wikkel van chocolade. En dan zo gevouwen dat hier nog weer iets ingestoken kan worden. Dit is volgens mij inpakpapier voor als je iets van porselein of zo koopt, waar je dat dan mee in kan wikkelen. Zou ik anders ook in de prullenbak hebben gegooid. De andere kant van de wikkel. En de andere kant van de zak. En hier zie je het cadeauzakje. Hier is een grotere blokzak. Daar heb ik ook zo in gedaan dat je hier wat in kan stoppen. Maar ook in de blokzak zelf. En een beetje gestenceld met koffie gespetterd. Weer een chocoladewikkel op zijn kop helaas, maar daar verzinnen we ook wel wat op. Een papiertje met thee bewerkt. Weer een stuk cadeaupapier wat je anders weg zou gooien. Hier weer van dat dunne papier. Allemaal verschillende soorten papier. Kijk, een leuke tekening van de kinderen van Sinterklaas. Ook leuk om dat soort dingetjes. Je kunt niet alle tekeningen bewaren. Maar soms is het leuk om zoiets dan ook in je journals te steken. Zo hoef je het niet echt weg te gooien. Is het niet weg. En hoef je ook geen stapel tekeningen te bewaren. En in de laatste zit weer het cadeaupapier. En dan oud papier uit de papierzak. Nog een wikkel. Een stukje kerstcadeaupapier. Is ook altijd wel mooi. Hier heb ik met vegen gewerkt, met verf. Zo kan je je papier toch een beetje bewerken. Met een beetje verf en stenciling. En dan is dat zo'n beetje de inhoud. Nou en nu gaan we natuurlijk verder met de pagina's bewerken. Leuke pockets maken en allemaal journalkaarten en allemaal dingetjes. Dus uit de papierbak die je anders weg zou gooien. Ik had hier nog zakjes tussen zitten. Die kunnen we ook nog een keer gebruiken. Maar waar ik vandaag mee aan de slag wilde gaan zijn toiletrolletjes. Ik heb hier toiletrolletjes. Die heb ik platgedrukt en gestreken. Zodat ze mooi plat zijn. En ook met stoomstrijkijzer voor de zekerheid dat er dus eventueel bacteriën dood zijn.
Deze is dan, kijk, als je gewoon plat drukt, zijn ze nog een beetje bollig. Als je met de, noem het eens, strijkijzer doet, dan worden ze echt mooi plat. En die wilde ik eerst gaan beplakken met krantenpapier. Dus ik heb wat oude kranten. En dan vooral met de tekstgedeeltes. Ik hoop dat het lukt, want in deze krant staan heel veel plaatjes. Maar ik denk dat hier bijvoorbeeld al wel eentje uit kan. En deze ook wel. Dus dan gaan we maar lekker mee aan de slag. Oh kijk, en hier de horoscoop. Oh, en dit is ook een grappige. Ja, nou dit komt helemaal goed. Goed, even kijken. We gaan het er eerst even uitscheuren. Mijn hele bureau vol papier. Dan hebben we een lijmstift nodig. En dan ga ik denk ik met deze beginnen. Smeer ik hem eerst vol met lijm aan één kant. En dan even op gevoel. En opplakken. En daar is mijn schaar. Dan gaan we aan de achterkant. Kan ik natuurlijk zien. En ik wil aan deze zijkant een flap overhouden. Dus ik ga er ruim omheen knippen. Alleen aan de bovenkant knip ik hem gelijk. En dan gaan we deze, zal ik dat schuin afknippen? Ja, ik ga het hier schuin afknippen. En dan pak ik het in zoals ik dat ook altijd doe bij de... bij de albums, bij de kaften van de albums. Aan de zijkant zo mooi afgewerkt. En hier aan de onderkant ook. En dan hebben we natuurlijk meteen een bodem. En is onze toiletrol is een pocket geworden. Hier steekt het uit, dus knip ik dat even weg. En zo heb ik heel eenvoudig een pocket gemaakt. Ik vind het wel grappig om hier een klein hapje uit te knippen. Een beetje in het midden. En als je dat hapje bewaart, dan zou je hem eventueel ook nog hier aan de binnenkant kunnen plakken, zoals er niks in zit. Dat je dan niet de achterkant ziet. Maar de binnenkant van mijn toiletrol is hier een beetje dezelfde kleur als het papier. Dus ik vind het niet zo erg. Maar dat zou je dan nog kunnen doen. Nou, ga ik die andere ook doen. Kijken of ik dat leuk op die woordzoeker kan krijgen. Ik ga hem even uitknippen. Dat is toch iets makkelijker. En zo'n groot stuk. Spieken. Ongeveer in het midden. Ik ga denk ik even mijn liniaal zoeken, want... dat krantenpapier knippen is best wel raar om te doen. Een beetje wobbly. En dit gaat een stuk makkelijker.
Het is zo zacht dat het bijna moeilijk is om mooi te knippen. En met het scheuren gaat het natuurlijk net zo mooi. Kijk, geinig, hè? Even kijken, had ik ook nog die andere? Deze past denk ik niet meer. Ik heb toch nog zo'n puzzel. Oh, hier. Ga ik die ook gebruiken. Dus de puzzelpagina in de krant. Hartstikke leuke achtergrondjes. Er zit wel een vouw in, maar ik denk dat ik die wel eruit kan... halen als ik hem opplak. Kijk, en je achterkant is nu natuurlijk minder mooi, maar de bedoeling is dat we deze dus op je pagina gaan plakken. Dus dat is niet erg. Mijn lijmstift ziet er lekker uit. Oké, en dan nog eentje met tekst. Dan hebben we meteen drie mooie pockets. En misschien heb je ook wel een mooi plaatje. Zou zo'n die soep is een beetje... raar achtergrondje, maar een ander mooi plaatje, misschien van de natuur of zo, kan ook heel gaaf zijn om als achtergrond te gebruiken. En zo hebben we in een heel snel tempo van niet een mooie, vier mooie pocketstrakjes. Natuurlijk zijn er prachtige knutselspullen om te kopen. Maar hoe leuk is het om iets gaafs te maken zonder daar geld aan uit te geven? Ik vind dat dan wel een des te grotere uitdaging. Zo, nog even bij deze drie een klein hapje eruit. Zo hebben we mooi vier basissen. Nou komt natuurlijk het decoreren. En dat is het, denk ik, de grootste uitdaging. Omdat je dan, ja, wat haal je nou aan decoratie uit afval? Uit dingen die je normaal gesproken weggooit. Nou heb ik hier wat dingen liggen om me heen. Want de hele vloer ligt vol met junk. En dan ga ik een paar dingetjes pakken waarmee je zou kunnen decoreren.
bijvoorbeeld het goudfolie van bonbons en chocoladerepen. Vind ik heel leuk om te gebruiken als decoratie. Nou had ik ook met Valentijn een hele leuke reep. De verpakking daarvan. Dus dat midden zou heel leuk iets kunnen zijn om te gebruiken voor te decoreren. Dus die leg ik even in de buurt. Nou, dat had ik met de feestdagen, want toen was ik al aan het verzamelen geslagen. Stukjes cadeaupapier. Wat je zou kunnen gebruiken. Dit zat om bloemen. Dus cadeaupapier in elke print kan je natuurlijk gebruiken. En waar je echt de plaatjes en dergelijke uit kunt halen, is natuurlijk oude reclameblaadjes en oude tijdschriften. Dan denk je bijvoorbeeld een blaadje van de Lidl, wat kan je daar nou uithalen? Maar daar heb ik even wat tussen gelegd. Bijvoorbeeld de bloemen. Je zou de bloemen uit kunnen knippen om te gebruiken als decoratie. En ook deze strook is natuurlijk hartstikke mooi uit zo'n flyertje. Dus daarom heb ik deze bewaard. Nou ja, uit tijdschriften, daar staan altijd van allerlei plaatjes in die je kunt gebruiken. Maar buiten de plaatjes kan je natuurlijk de teksten gebruiken of een stukje van de achtergronden. Daar hebben hele mooie kleuren om die in collages te gebruiken. Of elementen zoals dit en dit. Dus in gewone goede tijdschriften die je uit hebt en weg wil gooien, zitten ook heel veel leuke dingen die je kunt gebruiken. Even kijken wat ik nog meer had. Nou, deze heb ik ook bewaard vanwege die mooie kleur. Verder staan er natuurlijk alleen maar gezichten in. En deze mooie kleur. Kunnen we even zien. Nou, verder kan je natuurlijk modellen, foto's van modellen gebruiken. Als je ook wel met mensen werkt, zeg maar, in je journals. Dit meisje zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken. En dan denk ik meteen aan, oh, met allemaal bloemen in haar haar of zo. Dat kan je natuurlijk ook leuk mee decoreren. En hier had ik ook hetzelfde idee met dat meisje. Met een mooie strakke boblijntje. In de HEMA stonden ontzettend leuke plaatjes van kinderen ook. Wat ik altijd wel grappig vind. Je ziet een heleboel, of hier zo'n knuffel die je uit kan knippen. Ligt er natuurlijk helemaal aan wat je thema is. Nou, sommige boekjes zitten bijna niks en andere zitten heel veel plaatjes. Wij krijgen ook altijd post van de dierentuin. Nou, dit soort mooie koppen. Ontzettend mooie afbeeldingen. Of hier van zo'n vlinder. Deze zijn ook heel bruikbaar natuurlijk op de kleinere dingetjes. Hier zitten ontzettend mooie plaatjes. Plaatjes van dieren doen het ook altijd goed om te gebruiken. Kijk hierachter, hoe schattig. Dus daar heb ik ook twee van. En al hier had ik ook al een beetje in. Dit was ook een plaatje wat ik was tegengekomen. En dan bijvoorbeeld de folders van een dierenwinkel. Zo'n hondje. Nou, hier staat te veel tekst doorheen. Maar bijvoorbeeld zo'n hondje is heel leuk. Of hier hadden we ook nog van een andere dierenwinkel. Deze zou heel grappig zijn. Om langs de rand van een pocket of iets anders. Of zo'n katje die dan boven je pocket uit over de rand hangt. Dit soort plaatjes zou je ook kunnen gebruiken. Dus nou ja, ik heb er van alles bij elkaar. En ik ga maar gewoon wat proberen, denk ik. Omdat ik nog niet helemaal precies weet wat het moet worden. En knippen en plakken vaak best wel lang duurt. Zet ik een muziekje voor je op. En dan kan je lekker met me meekijken. En het eindresultaat aanschouwen. Tot straks!
Nou, zover heb ik ze versierd. Ik dacht, wat mis ik nog? En terwijl ik dan aan het knippen was, dacht ik, oh, misschien wat teksten. Nou had ik niet zo heel erg opgelet bij de dierendingen of daar wat leuke teksten bij waren. Maar in het Douglas-tijdschrift waren wel een paar, of in Paris Excel was het, een paar leuke stukjes tekst. Dus die heb ik vast uitgeknipt. Die bewaar ik nog eventjes. Ja, nu zal ik zo 1, 2, 3 misschien niet wat vinden, maar ik ga meer letten op in mijn tijdschriften en zo of er leuke tekstjes zijn. Die wil ik er dan nog bij. En misschien wat spetters, maar dat zit ik nog over te twijfelen. Maar zover vind ik ze eigenlijk al best wel heel grappig. Met een stukje chocoladewikkel, de achterkant van het kerstpapier, gewoon de kraft. En dat grote, ja, met mooie grijs-groene, blauwe, wat hoe noemen we deze kleur, als achtergrond. En dan die dieren. Ik vind ze heel schattig. Nou horen hier natuurlijk ook nog tekst in. Of iets moet erin natuurlijk. Hè? Dat is wel de bedoeling. En daarvoor heb ik ook dingen bewaard. Namelijk de dozen van de tissues. Vaak hebben die hele leuke printjes. En de zijkanten, hier heb ik ze al uitgeknipt, zijn hartstikke goed bruikbaar. Mooi stevig karton. En je hebt meteen een leuke print erop, dus je hoeft er niet heel veel aan te doen. En die kan je dan mooi erin steken. Dus ik dacht, ik ga meteen maar met deze tags of deze stukken die ik al gesneden heb, want die passen perfect. Ga ik even opmeten en dan door de midden snijden. Want ik wil wel dat ze eruit steken natuurlijk. Oh, de wc-rol is 10 centimeter. Als ik deze door de midden, dan heb ik 11 en een beetje, dus dat zou perfect zijn. Even kijken, het loodje. En dan heb ik mooi 4 leuke tags waar je achterop kan journalen. En normaal zou je natuurlijk je tissuedoos in de prullenbak gooien, maar deze keer weer een goed gebruik. Hoekjes eraf. Zo hebben ze een mooie tekvorm. En wie zegt dan dat dit eigenlijk tissuedozen zijn geweest? En zo, deze ook. 11 en een beetje. En waar had ik mijn journal gelaten? Even kijken. Oh, jullie zullen schrikken wat hier nou allemaal ligt, maar ik ben hem gewoon eventjes kwijt. Hij kan niet ver zijn. Maar waar? Oh, hier. Op de kruk naast mij. Nou, en dan natuurlijk een mooi plekje zoeken. Het kan natuurlijk overal zijn, maar bijvoorbeeld over zo'n tekst heen die je niet zo mooi vindt. Zou heel goed kunnen. Ik zit alleen wel aan te denken om misschien deze bladzijde nog wat meer te versieren. Met ja, de spulletjes die ik al had. Dus wellicht, ik ga het nog niet meteen opplakken. Maar dit zou een goede optie kunnen zijn voor de eerste. Nou ja, dit is net te smal. Minder mooi, denk ik.
A4-kop. Vind ik ook wel grappig. Ja. Even zien. Hier op deze pocket. Ook leuk omdat dat blauw zo weer terugkomt. Ik zet ze nog niet vast, maar ik leg ze er even tussen. Zodat ik ze leuk kan verdelen en ook nog eventueel wat kan versieren op de achtergrond met papier. Dit is de slapjes, denk ik. Deze is scheef. Oh, dat vind ik wel grappig. Deze had ik scheef gebonden expres. En dan hem zo scheef erop. Vind ik ook wel grappig met deze scheve hond. Die zo schuin om het toekie kijkt, zeg maar. Ja, dit vind ik ook een leuk plekje. Dit gaat het worden, denk ik. Nou, dit was een van mijn nieuwe ideeën. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, want het idee is om meer van dit soort video's te maken. Om echt met alleen maar junk de Junk Journal te vullen. En vind je het leuk? Laat het me weten in de reacties. Denk aan een duimpje omhoog. En ben je nog geen abonnee? Druk dan op die abonneerknop. Oh ja, en wat ik net ook nog zat te bedenken. De oude video's van het maken van deze basisjournal, die staan in een playlist. Die zal ik ook hieronder in de beschrijving linken. Dus als je het leuk vindt, kun je daar de video's bekijken van hoe ik deze basisjournal heb gemaakt. Dankjewel en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!